Hey jongens, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vloggie. Zoals jullie zien zit ik niet in mijn eigen auto. Oh, wat is het koud hier. Ik heb een leenauto, een Clio'tje. En even kijken of ik die camera zo kan zetten. Ja, wij hebben dus onze auto gebracht. Want die Range Rover, ik zeg je eerlijk, het is een mooie auto. Maar het heeft altijd problemen. Het heeft altijd problemen. Dan was dit weer niet goed. Dan was de luchtventilatie kapot. Dan was dit kapot. Dan was dat kapot. Dus hebben we nu gebracht. En ook kijken voor een nieuwe auto hoor. Ik zeg je eerlijk, die auto is ook echt duur. Qua wegenbelasting. Hoe groter de auto is, hoe meer wegenbelasting je betaalt. Dus ik vind het wel mooi geweest met die auto. We gaan gewoon naar werk. Ja, bonsie man! Voor degene die mijn auto heeft gestolen. Of ingebroken. Spullen uit mijn auto heeft gestolen. Maar ze hebben het nog op een nette manier gedaan. Ze hebben het zonder schade ingebroken. Ja, dus ook gewoon met zo'n sleutel. Maar ja, wel een planga is weg. Een zwarte New Balance en een paar broeken met remsporen erin. Ja, een gele Jordan 1. Dus als je iemand ziet met een paarse Cartier wil, gele Jordan 1's en New Balance matas. Ja, link ons even. Link ons even. Beloning, 10k. Nee, joh, ja, weet je. Of geef die man gewoon een klap op zijn achterhoofd. Ja, kijk, toevallig hadden we het vandaag over van letterlijk, dat was ook gelijk het meeste wat van me gestolen kon worden, die planga denk ik. Dus het is wel echt kut, maar ja. Ik ben in ieder geval blij dat er in ieder geval geen raam is. En ze hebben wel dus, ze hebben ook mijn gebit gestolen. Ja, wat voor is dat? Van Lucky the Jeweler lag er zo'n tasje in. Dus ik denk dat ze dachten, misschien iets van sieraden of zo. Maar is het zo'n afdruk? Dan komen ze dus thuis en dan zit er zo'n afdruk in. Komen ze thuis? Nou, wat hebben we buiten gemaakt vandaag? Vieze spezelbek. Wat is die pap? Ja, maar ja, zonde, het is wel kut. Het is wel kut, ik zeg je eerlijk. Ja, laat gewoon niks in de auto liggen. Ja. Tip weer voor iedereen. Ik zelf deed het nooit. Eén keer zei een artiest van als je wordt overvallen is het een soort van lesgeld wat je betaalt. Ja, zo zie ik het ook. Ja, het is gelukkig niet, het meeste dat ze van je konden stelen. Ja, en het zijn spullen. Ja, maar het doet wel pijn. Ik zou het is wel ook mijn waardevolste bril. Ja, toch? En het waren ook wel mijn lievelingsschoenen die ik vaak had gedragen. Oh, dus ze stinken ook nog eens. Ja, ja. Ik ga het verpakking niet al schattig? Ja, heel schattig. Echt schattig. Met een olifant, een zebra, een beer met een giraf die naar elkaar kijkt. Ja, maak die daar maar open. Ja. Even kijken. Het is bestek. Baby bestek. Even kijken. Is het voor mij of voor Iden? Nou, als het goed is staat er een naam op. Nee. Is dat Zilverstad? Wat bedoel je? Kijk goed, de naam van Iden staat op de Oh, echt? Oh, wat schattig! Oh nee, dat zie ik echt nu pas. Ja, dat zie ik. Kijk, ik denk dat mijn moeder hier gewoon mee wil zeggen, aangezien jij niet zo heel veel manieren hebt meegekregen. Geef hem gewoon een goede zilveren lepel. En ja, Nigel had echt goed. Lief. Nigel zijn Hallo jongens, daar ben ik weer. Nou, ik heb toch zo weinig gevlogd deze dagen. Terwijl ik heb best wel veel leuke dingen gedaan. Een verjaardag van Femke's zoontje, die was 2 geworden. Maar ik ben gewoon alles vergeten te filmen, joh. Dat is toch niet normaal? Misschien komt het omdat dit weekend was Iden zo poepie verkouden. En hij had 2 ontstoken ogen. Dus ik ben echt... Ik heb amper geslapen deze dagen. Maar het gaat nu eindelijk weer goed. Ik was gisteren ook niet naar werk gegaan omdat hij zo ziekjes was. En ik kon niet naar de opvang brengen. Dus ben ik met hem thuis gebleven. Lekker getroeteld, gevoeteld. Lekker geknuffeld. En ik heb hem nu net naar de opvang gebracht. Het is nu bijna 4 uur. En hij gaat tot 6. Dus maar 2 uurtjes vandaag. Ja, ik zeg je eerlijk. De opvang waar ik zit heeft echt top service. Top service. Hij wordt ook. Je hebt dus zeg maar de keuze om opgehaald te worden en gebracht te worden, je kindje dan. Dus dat vind ik echt een goede service. Nu ga ik naar werk rijden. En voor de mensen die weten, zeg maar, als je van Almere naar Amsterdam rijdt,
heb je zo'n Shell. En waar je zeg maar die broodjes en zo kan halen. Was volgens mij 2 weken gewoon dicht. Opzetten, oh, wat is dit nou? Ojo, zo kapot uit. Maar die was dus dicht. En ik had al zo lang cravings naar die panini. Die Mediterraanse panini. En toen was het eindelijk open. Tenminste, gisteren was ik gegaan. Eergisteren was ik gegaan. Toen was het open. En toen hadden ze precies die niet. Dus ik was zo boos. Dus nu elke keer als ik naar werk toe ga, ga ik er langs om te kijken of ze die panini hebben. Because I'm craving that shit. Een dilemma. Eden is nu 6 maandjes. En Davinio die zegt opeens dat hij zijn haar wil kaal scheren. Oh ja. Nee, dat vind ik echt niet leuk. Ik ga echt huilen hoor als hij dat gaat doen. Ja, ze zegt dus dat als je zijn haar scheert van een baby, dat het haar dan beter terugkomt. En dikker. En hij zegt van ja, één van deze dagen. Strakke opscheren. Nou, we kunnen het bij jou uitproberen. Jij doet dat bijna 2 weken. Jij doet onder 2 weken. Laat het gewoon even een keer lang groeien, van mijn denken. Ja, dus mijn vraag aan jullie, hebben jullie dit bij jullie baby gedaan? En vanaf hoe oud? Ja, ik wil het echt niet. Ik ga er echt janken. Ik wil geen kale baby. Ja, echt dilemma. Ik ga ook echt heel boos als ik thuis kom en ik heb alweer een kale baby. Kan het eigenlijk wel, want die fontanellen zijn niet helemaal dik. Hallo jongens, het is vandaag donderdag, de zon die schijnt, de lucht is blauw, Teletubbies, kom maar gauw. Oh, ik ben zo niet grappig soms. Nou, ik zit nu in de auto. En ik is nog steeds een beetje ziekjes, ik ook. En vannacht, ik weet niet meer heel, zijn keel was dichtgeslagen of zo, en zijn neus. Dus ik kreeg echt weer amper adem. Dus om 3 uur 's nachts ben ik naar boven met hem gegaan. Want boven is bij mij wat warmer. Omdat daar de vloerverwarming volgens mij wat beter doet of zo. En ja, ik ging pas om 7 uur slapen. Dus ik ben echt, ja, ik heb nu make-up opgedaan. Zodat je mijn verkrekte gezicht niet ziet. Wacht even, ik raak bijna stoep. Ja, daar ben ik weer. Dus ja, ik heb echt heel slecht geslapen. Ik ga nu naar werk rijden en ja, dat is elke dag. Hahaha, again! Kennen jullie TikTok? En aflevering 3 staat ook online van de Toeters en Bellen podcast. Dus als je die nog niet hebt gecheckt, ik zou zeggen, begin te checken. We zijn toch matties? Zeg ik zo, je hebt het niet gecheckt. Het gaat toch wel matties waren. Nou ja, zo zie je maar weer, hè. Niemand is hoe je denkt dat die mensen zijn. Ik heb ook echt spijt dat ik geen chocola of iets lekkers heb gehaald voor onderweg. Rotterdam is altijd weer zo'n pokken eind rijden. Wie appt mij zoveel? Ik word nooit voor geappt. Oh, jongens. Het is alweer het laatste uur van de show. En het was ja, gezellige boel. Hier zit Noordin. Vond je niet gezellig? Tuurlijk, altijd gezellig. Vond ik nog goed voor me gezorgd. Lekker eten meegenomen. Waarom ziet het er altijd uit alsof jij niks doet? Ik doe alles, hè. Jij doet helemaal niks. Jij doet echt helemaal niks. Wat we gaan zeggen op het moment dat we erin gaan. Waarom moet je me exposen? Zeg gewoon dat ik hard werk. Je werkt hartstikke hard. Dankjewel. Het andere stuk ga ik eruit knippen. Wat een dag, jongens. Ik mis mijn kind. Wat werken wij van hard, hè? Als ik naar Noorden zijn kale hoofd loop te kijken, dan mis ik mijn kind. Zie je niet dat er iets anders is aan mijn hoofd? Nu gaan we even goed kijken. Nee, erg eentje. Maar zie je niet iets anders? Iets langer boven. Je wenkbrauwen. Nee, je haar. Iets meer haar op mijn hoofd. Zie je dat of niet? Jawel. Vind je het beter of niet? Nee. Want Sam wil dus niet meer dat kale, maar ik denk dat het gewoon beter is. Dus ja, ik heb deze gewoon gedaan voor haar om te laten zien dat het niet beter is. Nee, het moet weg. Ja. Het is zeg maar van, of ik wil mijn haar laten groeien, of ik weet gewoon, ik ben zeg maar een beetje verdeeld. Maar zij zegt, ja, niet zo kaal aan de zijkanten, maar dat kan toch niet anders dan met deze stand? Nee, of je moet zeg maar gewoon weer lang laten groeien, of je moet gewoon allemaal weg. Kaal, ja. Nee, daar ben ik het ook mee eens. Maar bestaat er niet zo'n crème? Dat je haar gewoon niet meer teruggroeit, want dan hoef je ook niet meer naar de kapper. Toch? Die deppel jongens aan violeertje. Nee, maar als je zo'n crèmetje hebt dat je haar niet meer teruggroeit,
Dan hoef je ook niet meer naar de kapper, toch? En dan bespaar je 20 euro per 2 weken of 1 week. Kapper is ook een stukje sociaal aspect voor de man. Gewoon even socialiseren met je barber is heel goed. Zeg maar, als jij naar die nagelstudio gaat, is niet... Ik zet geen nagels meer. Als jij voor je haar gaat... Ik doe maar zelf. Ik heb geen, mijn enige sociale... Activiteit is je kind en je werk. Ja. En jij, ja. Ik loop maar tegen jou aan te lullen de hele dag. Dat is erg, hè? En daarom is Davinio me zo zat. Met Iden heb ik ook wel goede gesprekken gehad deze dagen. Ja, jongens, jullie horen dat ik moe begint te worden. Laatste uurtje van de middagshow, Distinct en MHD na Tyla. Dit is Water. Weet je wie we ook moeten spreken? Hè? Walid. Ik vind hem zo'n leuke artiest. En hij heeft ook wel echt... Hij maakt Arabische muziek, maar hij heeft nu zo'n liedje gemaakt met zo'n... Franse TikTok op mij. Nou, we hebben de DJ. DJ Ella in the building. Woe! Ding roepje. Goedemorgen jongens. Ik was bezig met Iden een hapje te geven. Ik heb even Miss Rachel stopgezet, want deze baby... Het begint een beetje verslaafd te worden. Nou, hij heeft trouwens vandaag heel slecht geslapen. Of tenminste, ja, om 4 uur 's nachts werd hij wakker. Wou hij niet slapen tot 8 uur. En als ontbijt, ja, ik ben ook echt ziek. Hij heeft me ziek gemaakt. Appel met yoghurt en een klein beetje kaneel. Lekker hè? Hij doet nu dat handje als hij meer wilt. Zo schattig. Niet overstaald door... Kan je daar meer over vertellen? Ik ben verhuisd. Mm-hmm. Het kan niet snel genoeg gaan voor die jongen. Ik geef hem een paar hapjes. Dan moet ik even een nieuw hap pakken. En dan begint hij weer te schreeuwen. Nou, Iden, ik ben zo ziek, maar ik zie er niet uit. Sorry dat jullie dit aan moeten zien. Dit was alweer de vlog voor vandaag. Vonden jullie dit een leuke video? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende week vrijdag weer. Hier op dezelfde plek, dezelfde tijd.